zijn aangekomen in het altijd prachtige Dubai. Ik denk dat dit wel een van de mooiste uitzichten is die je kan hebben überhaupt. Ja. Ik ga weer op reis. 3 maanden. Best een lange reis. Levensveranderende reis misschien wel. Ga naar Dubai. Maar ja, ik weet niet of ik alleen in Dubai blijf of ook nog doorvlieg. Maar als ik doorvlieg, wordt het wel een warme bestemming. Ja, morgenochtend vroeg trekt het vliegtuig. Wil je de vlog beginnen? Waar komt het dan klaar? Hij is op slot. Zijn we dan? Is mijn private jet. Ben je naakt of niet? Ja, dat moet ik misschien een beetje uitleggen. Op reis gaan we niet alleen, we gaan met z'n tweeën. Het wordt nog een dingetje om te kijken wat nou echt nodig is en wat we denken nodig te hebben. Ja, of je hebt te veel spullen of je koffer is te klein. Of allebei. Het plan is nu 3 maanden, daar hebben we sowieso op toegezegd. Ja. 2 maanden Dubai toegezegd, dus we hebben een appartement daar. Verder kan het allemaal, weten we nog niet. Goedemorgen! Dibbo! Maar ciao, ciao. Laatste stukje regen, geniet ervan. Liep, liep. AV 69-01. 69, hey. Hey, hey. Daar. Daar is het. Onder Iran, bij Saudi-Arabië. Oman. Oman is ook best wel groot nog. We gaan eruit. Ato sterke jongen. Het is 4:15, we zijn een beetje aan de vroege kant. Die vakantie kan niet vroeg genoeg beginnen. Ja. Afscheid, 3 maanden. Ciao, ciao. Ciao. Doei. We vliegen met Transavia, dat is wel top, maar we hebben geen eigen tv'tje aan boord. Maar dan moeten we even filmpjes downloaden, dus dat gaan we kijken. Ik balen, want pas 13 januari komt de Suzanne Freek documentaire uit. Stuurmelding. Zet hem allemaal even aan jongens. Oh. Ja, ik vind het briljant. Maar het is een beetje klein. Ja, dat weten we. Oké, maatje, moet je eens omhoog kijken. Ja, nee, ik breek bijna mijn nek. Dit is ons nieuwe huis voor de komende paar maanden. Dit gebouw is zo hoog. De hoogste is 97ste verdieping. Wij wonen op de 77ste. 77ste verdieping. Dat brengt geluk. Ja, toch? Ja, 7 is geluksgetal. Ik hoor al iets. Hoe is het, man? Vet hoor, dit. Zo, jongens. Dat is wel hoog, hè? Dit is gewoon die palm en dit is ons uitzicht. Sick, hè? Lekker, man. Echt, ja, het is zo vet, hoor. Ja? Het is zo vet. Ja, daar is gewoon een soort droneshow gaande of zo. Oh, ja. Huh? Of is het... We zijn aangekomen in het altijd prachtige Dubai. In ons nieuwe huis. Even dit huis laten zien. Want ik ben hier dus eerder al een keer geweest, maar ik weet niet alles meer, joh. Kijk wat hier is. Oh, dit is jouw slaapkamer. Dit is de shack room. Dit is de maids room noemen ze dat. In Dubai hebben heel veel huizen personeel. Ja, die hebben een eigen kamertje dat ze kunnen blijven slapen als het laat wordt. Kamer hebben we wel, personeel hebben we nog niet. Ik weet niet wat dit is. Zo, ik dacht dat het wat opgesloten is. Dit klonk echt als een beest. Ja, dit is gewoon een wc. Wat wel chill is aan de wc's in Dubai, is dat je dus allemaal zo'n dingetje hebt. Lekker biljetje. Voor de poepet. Loop je vanaf hier. De woonkamer in! Tjie! Die bank, daar kan je hele familie op zitten. En de uitzichten zijn echt bizar. We beginnen gewoon bij het eerste raam. Blue Waters, JBR en Marina. Het hoofdbalkon, hier. Ta-ta-ta-ta. Met dus dat bizarre uitzicht over die hele palm. Dit is wel iets unieks. Niet normaal. Ik denk dat dit wel een van de mooiste uitzichten is die je kan hebben überhaupt. Het is ook bijna niet te bevatten. Ik denk ook niet dat op beeld overkomt hoe groot dit is. Want die hele palm... Al die gebouwen die je ziet, die nu kleine mierengebouwtjes lijken, zijn allemaal gigantische gebouwen. Ik had sowieso, voordat we hierheen gingen, dat ik überhaupt al het gevoel had van oké, het is groot, het is allemaal heel mooi en over de top. Maar als je er dan echt bent, als je hier één keer goed kijkt, joh, het is zo bizar. Het is gewoon unreal. Het is gewoon, je kan niet beseffen hoe dit eruit ziet als je er niet zelf bent. Maar ook hoe hoog we zitten, moet je bij. Ja, daar word je heel naar van. Het is niet normaal. Volgens mij was het gebouw was 420 meter hoog. Ja. Ik denk dat wij dan op 200. Zeker. Ja. Meer dan 200 meter hoog. Heen. Maar er is nog meer. We hebben ook nog de prachtige keuken. En dit vind ik altijd wel een dingetje wat heel typisch Dubai is. Dat licht is altijd zo lelijk. Ik ben wel blij dat we dit niet in het hele huis hebben. Dat de rest van het huis wel gezellig is.
Ja, en dan hier kijk je dus over die marina. En dit, wat dus een gigantisch hoog gebouw is, waar wij dan op het dak kijken. Dan komen we nog in de slaap vertrekken, dan moesten we kiezen. We zijn natuurlijk met z'n tweeën, maar we kunnen ook gewoon halverwege wisselen. Met editen en zo is dat chill om het bureautje zo te hebben en een scherm. Mm-hmm. Maar hier is geen balkon. Maar je hebt wel een tv waar je... Oh ja, een dikke... voor kan zitten. De tweede kamer. Ja, ook gewoon grote kast. Prima bed. Eigenlijk ook gewoon een goed bureau. Als klap op de taart, nog even dit erbij. Het balkon. Nu wil ik niet meer wisselen. Nee, we wisselen gewoon na een maandje, dan kijken we weer. En als we 3 maanden blijven, dan mag je weer terug. Ja, precies. Ja, dit is echt gestoord. Oké, we gaan op pad, de buurt verkennen. Gaan we de trap naar beneden? Ja, dit is eindeloos. De eerste keer dat ik in Dubai was, woonde Daan in die toren. I'm sorry we don't have the sea view, but still, it's the 7th floor. What? En nu zitten we dus in de Princess Tower. Kijk toch. Het eerste mooie ding van Dubai wat we tegenkomen, we gaan gewoon even de straat op en we komen meteen Nederlander tegen. We worden meteen goed rondgeleid. Ja, ik heb wel het gevoel dat dat sowieso hier wel een beetje zo werkt, dat iedereen elkaar wat meer helpt. Je moet positief blijven, dus zeg nu ja. Het zal ook niet 100% zo zijn. Nee, ik bedoel, je zal hier ook genaaid kunnen worden en dan kan hier ook van alles misgaan. Maar hier moeten we heen. Bier drinken op straat, is de enige plek in Dubai waar je bier staat. Oh, en hebben we net een biertje gedaan buiten. Nee, alcohol mag hier wel gewoon, maar niet op alle plaatsen en dat is altijd een beetje afgeschermd. Maar dat is hetzelfde verhaal met, ze vieren hier geen kerst. Nou, kun je er zijn heel veel misverstanden over deze plek. Dat is ook waarom ik dit vlog. Om de misverstanden juist te voorkomen en een beetje uit de wereld te helpen. En nu gaan we dus naar boven, naar de observatory. Denk het wel. Cheers. Wij liepen hier op deze plek en wij komen Barry tegen. Precies hier, hè? Barry, Nederlandse gozer. Barry heet. Ja, Barry. Barry neemt ons mee. We krijgen de beste biefstuk ooit ter wereld. Oprecht het allermaalste stukje vlees wat ik ooit heb gegeten. Ja, wie weet kunnen we nog samenwerken. Een supercar blondie, die kent hij. Ja. Of hij in ieder geval mensen die haar weer kennen. Wat voor ons natuurlijk super interessant kan zijn. Superleuke avond gehad. Uiteindelijk komen we nog meneer Tate tegen. Ik vraag nog, ben je familie? Ben je nog familie van Andrew? Nou, dat was hij een soort van, een beetje half. Meneer Tate heeft een prachtige dochter. Wordt uitgehuwelijkd aan de dochter van meneer Tate. Maar die dochter hebben we helemaal niet gezien. Die was er helemaal niet bij. Dus het is allemaal misschien ook weer onzin. Dit was de eerste avond in Dubai. En dit is precies wel de reden waarom we hierheen zijn gegaan. Je loopt hier op straat. Je komt iemand tegen. Je komt in gesprek. En je komt in het gekste avontuur. Ja, precies waarom we hier zijn en nooit meer weggaan. Dus een van deze megatorens. Daar wonen we. Dit is wel heel bizar. Dat is echt wat je wil. Wat een gebouwen. Dat heb je thuis niet, hoor. Nou, wij wel. We hebben paar dingen nodig. Stekkerblok. Want en ze hebben hier andere stekkers. Nou, daar is nog wel overheen te werken. Duchel deo. En HDMI-kabel heeft hij ook gewoon. How much is this? Is this expensive? No. Hey. Yes, this. Sorry. Sorry, brother. Sorry, brother. What are you doing? I'm trying. I'm so sorry. It's good. Okay, this is only one. Oh, hey. Hij zou ook een toetsenbord hebben. Als hij dat heeft, dan trek ik spontaan mijn broek uit. Oké, okay. Kom even deze kant op. How much is the keyboard? Ja hoor. Dat is echt niet. Eerlijk niet, maar doen. Eerlijk, is het Dutch Britannetje hoor. Oké, I'll put it here. Best of the English video, that's one. Let me watch it at night, okay? Oké, amazing. Thank you, brother. Thank you so much. Thank you, I appreciate it. Ja, vind je het wel heel mooi. Hij gaat mijn vlog abonneren, net als jij.